Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering de achtergronden en het verslag van de wedstrijd TSC tegen Jong FC Twente, gespeeld op vrijdag 24 februari. TSC monderde de wedstrijd op rij in de tweede divisie. Jong FC Twente was ditmaal aan de beurt en werd met 3-0 verslagen. Maar de overwinning had veel hoger nog moeten uitvallen. Allereerst de opstelling van beide ploegen. We beginnen bij TSC. Op doel Van der Sman. In de achterhoede Sjakison, Zeller, Disveld en Vierek. Op het middenveld Van Gessel, Vink en Maguire. En in de voorhoede Noël Sanaki, Maria en Balrak. Dan de elf van Jong FC Twente uit Enschede. Op doel Plattel. In de achterhoede Smit, Jensen, Benamar en Woudstra. Op het middenveld Sali, Grotenhuis, Moesli en Korporaal. En in de voorhoede De Jager en Mikulu. Jong FC Twente begon fel aan de wedstrijd en werd gevaarlijk na 9 minuten door Robin De Jager. TSC-doelman Sebastiaan van der Sman was echter op zijn post en hield de bal uit het net. In de 8e minuut nam Vincent Smit hem onder vuur, maar ook nu was Van der Sman bij de les. Het eerste gevaar van TSC kwam van Matthijs van Gessel, die het van afstand probeerde. Niet veel later, in de 12e minuut, schoot Barry Maguire op aangeven van Wemilio Vink meteen de 0-1 achter doelman Timo Plattel. De wedstrijd in handen. Na 18 minuten werd een inzet van Trumain Balrak van de doellijn gehaald. Een kwartier voor rust kwam de 2-0 op het bord op Sportpark de Lok. Gianluca Maria zette van links voor en uitblinker Maguire ronde bij de tweede paal af. 2-0. Jong FC Twente werd nog meer onder druk gezet, zodat de ploeg uit Enschede nooit echt gevaarlijk kon worden. Na de rust gingen er ruim 500 toeschouwers er nog eens goed voor zitten, maar kwamen enigszins bedrogen uit. Jong FC Twente kwam opzetten en TSC kon via de omschakeling de wedstrijd niet beslissen. Vooral Balrak kreeg mogelijkheden in de 50ste en 56ste minuut, maar benutte ze niet. Pas in de 85ste minuut werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid. Invaller Curtly de Wind bepaalde met een prachtig diagonaal schot voor de 3-0. Deze overwinning rukt de TSC op naar de middenmoot van de tweede divisie. We wensen u wel thuis. Volgende week weer een thuiswedstrijd hier op Sportpark de Lok. Op 4 maart Rotterdam, afgetrapt om 6 uur tegen Barendrecht. Hans Beenhakker, burgemeester van de gemeente Tiel, vanavond aanwezig hier bij de wedstrijd van TSC tegen Jong FC Twente. Hebt u genoten? Jazeker. Het was koud, maar een fantastisch mooie wedstrijd. Dus daar ben ik weer een beetje mee opgewarmd, zullen we zeggen. Ja, TSC speelde de eerste wedstrijd vandaag. Zeker fantastisch. De eerste helft, moet ik zeggen. En de tweede helft mooi geconsolideerd. Prachtig doelpunt nog op het laatst. Dus ik heb echt genoten. Ja. Het is een visitekaartje voor Tiel, hè, TSC? Ja, zeker. En je merkt dat ze ook weer na de winterstop steviger geworden zijn. Hè? Achterin staat het echt stevig nog ten opzichte van voor de winterstop. En ja, dat is zeker. Dat is natuurlijk een fantastische promotie voor de stad. Echte fan geworden? Ja, was ik al. Ik ben een voetballiefhebber, dus ik vind het sowieso altijd leuk om te komen kijken. Ook bij de andere verenigingen natuurlijk. Maar ja, schitterend dat het er staat. Als we de wedstrijd even analyseren vanuit uw visie? Ja, je merkte dat ze echt achterin stond het heel goed. De opbouw was de eerste helft goed. En er staan een paar snelle jongens ook voorin. Dus goede combinaties. Ja, Jong Twente kwam er eigenlijk helemaal niet aan te passen in de eerste helft.
heb eigenlijk geen moment het gevoel gehad dat ze de wedstrijd uit handen zouden geven. Sterker nog, het had nog wel een grotere uitslag kunnen zijn. Ja, en de laatste doelpunt van Curtly de Winter, dat was een juweeltje, hè? Ja, fantastisch. Hij zat er lekker in, zullen we zeggen. Ivy, wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond het best goed gaan. Ja, en heeft jouw opa het ook goed gedaan? Ja. Wat vond jij nou, waarom ben jij zo trots op jouw opa? Omdat hij altijd heel erg goed traint. En doet hij het ook goed met de wissels? Ja. Opa, wat vond u zelf van de wedstrijd? Ja, we hebben een prima wedstrijd gespeeld. Ik denk dat we alleen verzuimd hebben om in de tweede helft om verder afstand te nemen. Ik denk dat we de 4 en de 5-0 en misschien nog wel de 6-0 hadden moeten maken. Zeker in het begin van de tweede helft. Maar uiteindelijk is een 3-0 stand tegen FC Twente is gewoon goed. Ja, de eerste helft dat was gewoon klassevoetbal. Laten we het daar maar even op houden. Twente kreeg er eigenlijk geen bordje van, om het plat te zeggen. Die tweede helft had zomaar anders kunnen uitpakken, hè? Ja, maar goed, als je in de rust ingaat met een 2-0 voorsprong, dan heb je toch een heel goed gevoel. Kijk, de 1-0 van vorige week zit je toch even iets anders in de kleedkamer. Want dan kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar als je met 2-0 de kleedkamer ingaat, dan heb je toch het gevoel van... Er kan ons eigenlijk niet meer zoveel gebeuren. Alleen, je weet het nooit. Kijk, en dit is ook een jonge ploeg waar je tegen moet spelen. En aan de andere kant zijn we wel goed gestart. Want als ik de eerste 10, 15 minuten van de tweede helft zie... daar hadden we dus echt de mogelijkheid om uit te lopen al naar 3-0 en 4-0. Ja, dat gebeurt dan niet. Is dat gemakzucht of is dat toch nog een beetje de onwennigheid? Het is geen gemakzucht. En ik denk ook het gebeurt ook niet expres... Maar dat is net even klein, dat kleine beetje extra wat je dan moet hebben. Dus de scherpte. Kijk, je die voorzet van Trumeen zag en er komen net twee mensen net een voetje tekort. Nou, dat is dan net even de juiste scherpte. Dat kan met vermoeidheid te maken hebben, want we hebben natuurlijk in de eerste helft een heel hoog tempo gespeeld. Maar goed, uiteindelijk is de 3-0 prima. Ja, en we gaan lekker als we die stand kijken op de ranglijst. Volgens mij staan we nu 9e. Nou, ik denk nog geen 9e, denk ik. Maar ik denk dat we wel een paar stappen gemaakt hebben. Ik denk dat we wel een aantal ploegen voorbij zijn, maar we zijn er nog niet. We moeten echt nog heel wat punten binnen gaan halen. We staan nu op 26. Maar het belangrijkste, allerbelangrijkste van deze laatste drie wedstrijden... dat je drie keer achter elkaar met je verdediging de nul speelt. Ja, en dat we weer gaan scoren. En dat is ook prima. Berne Maguire, jij moet gewoon een voldaan gevoel hebben. Ja, nou, de derde wedstrijd op rij die we winnen, dat is sowieso lekker. En dan zelf nog twee keer scoren, dus prima avond. Ja, en dat als Tielenaar. We hebben jou beoordeeld als zijnde man of the match met een 8,5. Dat is een hoog cijfer. Dat moet jou deugd doen. Ja, nou, het gaat elke week een beetje beter met mezelf. Steeds fitter, dus dat is wel lekker. En met het team gaat het ook. Het staat gewoon goed. En je wint drie wedstrijden op rij, dus dat zijn belangrijke punten. Analyseer even een korte wedstrijd. Ja, ik denk dat we vroeg druk willen zetten en konden aardig opbouwen. Maar we kwamen vroeg 2-0 voor in de eerste helft. En er was eigenlijk niks aan de hand. We moeten ietsje sneller de 3-0 maken. En dat duurde wat langer. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat het een vrij makkelijke overwinning was vanavond. Ja, hoe loopt het in het veld? Het gaat steeds beter lopen, moet ik zeggen. Het team staat aardig en er wordt goed gevoetbald. Alleen zie je de vorige wedstrijden ook dat we de wedstrijden nog iets eerder moeten beslissen in ons voordeel. En dan maken we het onszelf nog makkelijker. Oftewel, het team is nog steeds groeiende. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er nog wel wat rek in zit in het team wat we moeten doen. Maar in eerste instantie zijn gewoon de punten heel erg belangrijk als je ziet waar we staan. Dus we zijn goed op weg, dus deze lijn moeten we doorzetten. Ja, met de komst van jouw persoon is er meer rust in het elftal gekomen. Merk je dat zelf ook? Ik heb natuurlijk de wedstrijden niet gezien die ze hebben gespeeld. Maar het gaat steeds beter. Maar ik moet zeggen dat de twee centrale verdedigers ook steeds meer vertrouwen krijgen. En moet ik zeggen, over het algemeen moeten jongens voorin ook complimenten geven. Die werken ook heel erg hard. Dus het team staat aardig. Als we even over jouw persoon hebben, hoe sta jij er fysiek voor op het ogenblik? Gaat steeds beter. In het begin natuurlijk heel lang geen wedstrijden gespeeld. Dus dat was eventjes wennen. Maar ik moet zeggen dat nou de derde wedstrijd 90 minuutjes is. En mijn benen voelen goed. Dus dat gaat steeds beter. Maar het kan nog fysiek nog wel wat beter. Nou, in ieder geval gefeliciteerd zijn de man of the match van deze wedstrijd TEC tegen Jong FC Twente. Ja, dankjewel. Dat is een hele mooie avond in ieder geval. Dan de stand per 24 februari 2017. Bovenaan Jong AZ 52 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Excelsior Maassluis op de tweede plaats met 38 punten, evenals de Kozakkenboys. Ook zij hebben 38 punten uit 24 gespeelde wedstrijden.
Onderaan Jong FC Twente met 14 punten uit 24 gespeelde wedstrijden. HAC Hardenberg, ook voor hun wordt het een moeilijke opgave om in die tweede divisie te blijven. 19 punten uit 21 gespeelde wedstrijden. Derde van onderen de Koninklijke HFC met 23 punten. Jong Vitesse met 24 punten. Spakenburg met 25. FC Linden met 25. UNA uit Veldhoven met 26 punten. En op de 11e plaats TSC nu met 26 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. De beoordeling van de spelers. Barry Maguire, hij scoorde een 8,5. Rendel Sjakison een 8. Michael Zeller een 7,5. Daan Disveld een 7. Gregory Vierek een 7. Curtly de Wind een 7. Wimilio Vink, hij scoorde een 6,5. Trumeen Balrak een 6,5. Sebastian van der Sman een 6,5. Gianluca Maria een 6,5. Evenals Nemia Sanaki ook, hij scoorde een 6,5. Matthijs van Gessel een 6,5. Bart Westerlaken, hij viel in op het slot van de wedstrijd. Hij kreeg een 6,5 van de jury, evenals Josemar Machiavella. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is aanstaande zaterdag 4 maart. Om 6 uur ontvangt TSC dan op Sportpark de Lok Barendrecht. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.